De kans dat je herstamkanker krijgt als kind is heel erg klein. Als je het hebt, is er geen enkele kans dat je het overleeft. Ik ben een man met een missie. En mijn missie is niet dat ik de oplossing ga vinden. Maar mijn missie is dat ik verschillende zaken in beweging ga brengen. En dat klinkt misschien heel erg vaag. Maar stel je maar voor dat er nu 20 projecten zijn die zich bezighouden met de oplossing. Eigenlijk zouden we moeten kijken of we dat kunnen gaan verdubbelen. Ja, mooi dat je kijkt. We zijn hier in de woonkamer van ons. Dit is een omgebouwde studio. Mijn naam is Reitze Siebesma en ik ben vader van een superheld. Die superheld heet Tobias Siebesma. Tobias die had hersenstamkanker en is overleden. Goed, we maken dus een documentaire. Dat doe ik samen met Martijn. En in die documentaire laten we zien welke stappen we zetten om te komen tot een succesvolle behandeling van hersenstamkanker. Naast de bestaande onderzoeken die al allemaal lopen, proberen wij nieuwe projecten op te starten. En daarbij kun je helpen. Je zult wel denken, hoe kan ik helpen? Nou, je kan bijvoorbeeld de video's gaan volgen die we gaan posten. In die video's stellen we vragen. Je kan de video's ook delen. En door te delen zul je zien dat we groter en groter bereik gaan krijgen. Dat is voor ons heel erg belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Nou, hoe meer mensen de video's gaan kijken, hoe meer mensen mee gaan doen. En dat zorgt voor nog meer beweging. En die beweging gaat er uiteindelijk voor zorgen dat we dichter bij de oplossing voor hersenstamkanker gaan komen.